Nou, het nieuwe kluiven is begonnen, hoor. Ja, het nieuwe kluiven. Ja, ik ben nu lekker bij Roderick. Hij schat. Hoi. Nou, oh. waarom nou weer zo dan? Waarom nou weer zo? Ja, nou en? Dus? Ga me gewoon aankleden, hoor. Oh, nee. Zo mooi dit. Een hele goede morgen. Ja, welkom bij deze leuke nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 14 mei, 8:15. Mijn naam is Karen Stelman van der Werf. Mijn man, dat is Roderick Stelman van de Werf. En dit is mijn ochtendkoepje nog. En kijk hoe mooi en hoe lief die jongens het doen. Echt, de drie musketeers bij elkaar. Het is zo leuk. Echt serieus. En dan hebben we hier Lady liggen. Lovely liggen. En daarachter hebben we Beauty. Ja, dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier gewenst. Ja, gewenst. Wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Ja. Zullen we daar maar lekker op houden? Ja, toch? Niet dan. Ja. Doe maar. Met twee. Zo, mijn haar is gedaan. Want dan leuke oorbelletjes erin. Kijk maar. Ik vind hem mooi shiny. Leuk. En ik ga nu lekker de hondjes uitlaten. En daarna weer lekker de hort op. Hey, kom eens hier, dames. Ja, kom. Ja, kom. Nee. Kom. Oh, 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 oh. We gaan zomaar over straat heen lopen. Mag dat? Nee. Dat mag al helemaal niet zomaar over straat heen lopen. Nee, oh, zo. Hier, nee. Nou, toen zat ik dus weer lekker even in het park. Heerlijk te genieten van de zon. Lekker. En van het uitzicht hier, zalig. Ja. En ik heb vanochtend ook even mijn eigen haar een beetje bijgeknipt. En dat voelt gewoon een heel stuk fijner. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon helemaal zo. Dus ja. Ach ja. En dan straks weer fietsen. En dan weer even naar mijn andere afspraak. En dan rond 4:45. Nee, 4:45. 5:45, 6:00 denk ik ongeveer thuis. En dan lekker Ro weer denk ik om een uurtje of 7:00 weer even wakker bellen. Moet ik even kijken wat we gaan eten vanavond. Maar dat komt ook wel weer goed. Ja, denk ik wel. En ik ga nu eerst lekker weer genieten. Ik vond het heerlijke weer. Doen jullie Emma mee? Jawel. En in één keer ben ik dus weer ergens anders. Ja, ik ben gewoon even lekker on tour. Dus kijk, lekker in zo'n klein speeltuintje. Dat is leuk. Gewoon eventjes lekker even fietsen en kijken wel waar ik uitkom. Dat is altijd wel leuk. Dus ja, je weet het nooit. Nee. Zo, nou, ik ben weer thuis. Zoals jullie kunnen zien, het is nu bijna 6:00. Het is nu 5:05. Dus ja, zo. En ja, ik ga eventjes een noedelsoepje maken, denk ik zo. Ik heb er gewoon even trek in met ei. En dan straks nog even eten samen met Ro. Dus dat komt ook wel goed. Maar ik heb nog wat leuks te vertellen zometeen. Maar dat komt zometeen. Ik ga nu eerst even eten. En dan kom ik zometeen bij jullie terug met het leuk verhaal. Ja, dat is handig. Maar ik wil eerst dit filmen. Hoe lief is dit? Oh, dat was mijn hand. Hoe lief is dit? Oh.
Hoe lief is dit? Hi, Speedy. Hij ligt bij de jongens. Hey. Ja, ik vind jou braaf. Ik vind jou lief. En naar de jongens toe. Ja. Yeah. Ja, ik ga straks jullie kooi verschonen, jongens. Vanavond even. Ja. Je bent lief. Ja. Spieren. Nou, het nieuwe kluiven is begonnen, hoor. Ja, het nieuwe kluiven. Gewoon even twee huisjes ter beschikking. En ze neemt alles lekker in beslag. En er ligt hier iemand lekker te kijken wat ze aan het doen is. Ja, handig. Het is een schouwspel eigenlijk, zeg maar. Ja, dat is leuk. Hé, Beauty? Beauty, kijk eens. Ben je mooi? Lekker aan het kluiven, hè? Ja, lekker kluiven, toch? Oh, ja. Nou, ik zou nog even terugkomen bij jullie. Nou, bij deze. Ik was vanmiddag even lekker weg, zoals jullie wisten. En ik sta ergens en ik voelde wat op mijn hoofd landen. Doe dit. Was het niet even lekker vogelstront? Gadverdorie. Dat is mijn allereerste keer in mijn hele leven, zoals ik het kan weten, in mijn geheugen, is dat dus mijn allereerste keer. Dus ik loop gewoon even winkelcentrum in, eventjes naar de wc om eventjes uit te spoelen en mijn handen schoon te maken, want dat was vies. Bah. Dus ja, en ik probeerde dus nu net Roderick te bellen, maar hij neemt niet op, dus ik ga even naar hem toe. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus ging je mee naar Roderick? Jawel, hè? Ja. Zo, ik ben onderweg naar Roderick. Gezellig met jullie. Ja. Handig, toch? Ja, het is een mooi hekje hier. Leuk. Ja, het is koud. Ik heb het koud. Brr. Ja. En ik probeer nou wat meer en naar de lens te kijken zelf in plaats en naar mijn scherm. Dus toen had ik de zon in mijn mik. Lekker. Dan kan ik helemaal niks zien. Zo. Ja. Even kijken of er zo meteen bij elkaar is. Leuk. Dus maar ik ben er bijna. Ja. Zo lekker zonnetje mensen. Heerlijk. Geniet ervan. Heerlijk. Ik zie echt niks meer. Zo, lekker dan. Handig. Nou, dit staat dus nu overal hier op de stoep. En bij deze school. Nou, ik weet ook wat het betekent. Scheelt weer. Deze hele rij, dat is voor kinderen van jaar of groep 6 of weet ik het. Ja. Kijk, 5. Dan staat hier ook heel mooi. Zo. En dat is dus hier ook heel mooi. Deze hele streep. Kijk. Tot en met daar. Is handig. Nee, ik sta dus in de lift. Dat is aan deze kant trouwens. Ja. Zeker, hij is moe. Hij is echt moe, mensen. Kijk maar zo meteen dat hij lekker ligt te slapen. Hoop ik dat ik hem en dat we hem mooi wakker kunnen maken. Dat hoop ik. Ja, ik ben nu lekker bij Roderick. Hij schat. Hoi. Oh. Waarom nou weer zo dan? Waarom nou weer zo? Ja, nou en? Dus? Ga me gewoon aankleden hoor. Oh, nee. Gek. Ga je met je slaapkamer de plantjes filmen? Kom. Ah, dat is helemaal in de war. Ja,
Maar weet je wat ik vanochtend heb gedaan? Geen idee. En mijn haar een beetje zelf geknipt en de puntjes, want ik werd er helemaal gek van. Je hebt een beetje nog bij geschoren. Ja, daar ook, ja. Auw. Buiten. Nou, ik film nou toch mezelf, dus wat maakt het gekkie. Ik ben helemaal geen gekkie. Tuurlijk wel weer gekkie. Tuurlijk niet. Heel gekkie. Heel gekkie aan je. Wat doe je nou moeilijk dan? Ja, dat is moeilijk. Nee. Nee, dat doet zeer. Dat is zo moeilijk. Ja, altijd. Weet je toch? Dat is mooi. Nou, ga nou aankleden. We gaan eens even stoppen met filmen. Zeker in mijn slaapkamer. Nou! Ik ga met die camera! Ja! Ik ga hier wel staan. Nou, goed. Is goed, best. Lekker koentje, hoor. Een heerlijke koentje. Ja, van Enzo, ja. Is handig, toch? Oeh, schrik. Is toch handig, schrik? Ja, boe. Lach eens naar het vogeltje. Ik zal eens even dat vogeltje. Je spoort ook echt niet. Nee, gewoon omdat jij gewoon niet spoort. Ja, best. Prima. Waarom moet je dan weer alles op de grond gooien? Dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk, zeg. Ja, dat is leuk, toch? Waarom is het nou weer leuk? Oh, omdat ik het leuk vind. Nou, dit is het uitzicht van Rome. Dat is handig. Zonnetje in beeld. Ja, nou, dit is het uitzicht dus van Rome. Jip. Handig toch? Nou, en dit is het uitzicht bij Roderick vanaf zijn keuken. Vanaf zijn keuken. Vanaf zijn keuken. Is toch zo mooi dit. Maar ik merk nu ook dat ze allebei wat meer lopen en door de kooi heen. Hi, kind. Kijk dan. Ze lopen echt allebei veel meer. Door de kooi heen. Ja, en nou kunnen de kijkers jullie ook wat meer en zien, hè? Het huisje te trekken. Ja, dat gaat dus nu niet. Dat vind ik het leukste. Dat ze bloemkool af zal lekker vinden, zegt hij. Hoe maak je een caviakooi schoon? Hè? Nee, maar heel veel mensen die hebben zoiets van, oh, jouw honden, hoe maak je het schoon? Nou, zo. Nou, en hoe krijg je een cavia, dus zo'n kooi uit? Nou, gewoon zo, dus. Ja, zijn kooi uit en zijn huisje uit. Hij maakt zich ook helemaal lang ook, hè? Dat is niet.
zo eruit lopen. Weet je wat dit voor is? Nee. Dat is kaartje voor. Dat is kaartje voor. Lekker eten. Nog vitamine C. Nou, nu net eventjes een leuke vlogje, filmpje opgenomen over hoe maak je cavia kooi schoon met andere huisdieren, zoals drie honden en twee katten. Nou, dat heb ik dus nu net opgenomen en die krijgen we ook binnenkort zeker te zien. Dus dat is gewoon leuk. Dus ja, en ze zijn nu lekker aan het eten en ik heb de kooi even veranderd, hun en hun huisvestiging. Want deze kooi, nou, ja hoor, deze hier, dat in dat huisje, stond eerst hier zo. Ja, waar Charlie nu aan het eten is. Dus ja, ik zeg geslaagd. Ja, nou, zoals jullie merken neem ik deze eindvideootje op overdag. Want ik ben het gisteren helemaal vergeten, zo moe was ik. Dus ik wil jullie alsnog bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even. Reageer en doe het belletje aan. En doe het duimpje omhoog. Want dan blijf je ook sowieso op de hoogte met alles wat er plaats. Dus ik zou zeggen, dankjewel familie. En tot de volgende keer. Dus tot morgen bij een nieuwe vlog. Doei!